Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fire Emblem Three Houses. In deze aflevering krijgen we een beetje de aftermath van onze vorige battle die best wel pittig was. Nu gaat opeens dat meisje weer tegen ons praten, Sothis. Die moet gewoon de bek houden. Ja, heel generous. Flikker maar op met je groene arie. Of course, that is why we rushed to recover it. Sadly, we did. The church will formally return the lance to House Gautier, if you would. Will you, dickhead, lance? Gratitude. I can see that I was right to trust. Please report back. I will tell you of your new mission. Nice work, Teach. It's thanks to you that we successfully completed our mission. Dat klopt, ja. As for Miquelon, I wonder if he really believed he could wield a relic. I bet he just wanted to get his hands on it, even though he... Waarschijnlijk, ja. Okay. Stories of misfortune have followed the hero's relics since ancient times. Tomas. You've caught me by surprise. That's not easy to do. Though I suppose I should have expected to see our librarian in his library. Yeah. I am sorry to intrude. This is making a right manier. Speaking of the heroes, the story goes that Nemus, other, they used to be. They have been. But now that. Hey, Tamar. It seemed a not only. And that. De gauwhoer allemaal tussendoor, hoeft allemaal niet. Teach, though. I can't let this exchange pass without comment. If you're sharing secrets, perhaps I can share one as well? Are you sure you could survive that? I'd say you're the least likely to share secrets out of everyone at the Academy. Coming from you, I'll take that as a compliment. After all, you're easily the student with the most secrets. I'm afraid you overestimate me. My secrets don't amount to much. Don't try to change the subject, Claude. We're talking. Who is your father? And why did you appear so suddenly, as if from nowhere? Duke Regan's eldest son, the Elithin. Oh, my dream. When I learned, I came to this. So. I have my. What about you? I see. Okay. So, how are you looking back? Nice. Professor, you have done well to complete such a difficult task. You have shown exceptional skill in leading your students. I am forever grateful for the safe return of the hero, just as I expected. Graag gedaan. Now then, I shall tell you about your mission for the coming month. Archbishop. Setith, what? Flayne is missing. I cannot find her anywhere. Professor, have you seen Flayne recently? I have searched everywhere. Where could she be? She may be in danger. Oh, no, 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 what? Calm yourself, Setith. Professor, we shall continue our discussion another time. Ik denk dat we die beetje moeten vinden. Chapter 6. Part 1. Oh, nee. White clouds. Horsebow moon. Rumors of a reaper. Reaper. As cold air begins to creep in from the north of... Hut, je kan dat skippen. One wiener next to another wiener, 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 wiener. Hey, Monies! Oh joh, wat is dat sterretje? En wat is de uitroepteken? Allemaal spannende dingen! As I believe you are already aware, Sedith's younger sister Flayne has gone missing. All we know for certain is that she has not left Garrick Mach. Flayne is not the type of person to just wander off on her own without telling me where she is going. We have searched the monastery thorough, but have found nothing. I am not troubling rumors have been... Misschien vond ze jou gewoon een flabbergig. Waar? The knights have investigated the matter.
The people are panicked. There is no... Setheth, you have... Setheth, hou je bek dicht, dus. What? Flayn is missing? Ja, Flayn is missing, ja. Hoe kan dat nou gebeuren? Wait. Who's Flayn? Setheth's little sister. Surely you've seen her flitting about the monastery. She is the girl who looks about the same age as me, but seems well beyond her years. Setheth is much older than Flayn. He's always looking out for her. If I were to... When searching for something, it's best to start by gathering information. Goed. Laten we information gaan getteren. Maar niet nu. Host a tea party, want het is iemand's birthday. Jou ken ik niet, jij krijgt meer het liefst. Je vuile bitch. Met je persaari. Goed, drinken. Ik ken die hele beetje niet, dus ik doe maar wat. Maar ik heb de eerste goed. Het. Kijk, alsof ik die beetje weer ik ken. Not in the mood. Vuil oer. Nou, op Riotte dan. Ik heb iedereen al... Oh, ik kan alleen maar... Ik voel me bedrogen. Misschien ga ik iets doms zeggen, hè? Maar dat liedje wat je elke keer hoort bij de bel, dat ting, 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 ting. Je moet maar denken aan zo'n Smash liedje. En ik denk dat dat van een Fire Emblem map is. En dat het daarvan is. Maar misschien zeg ik ook wel iets heel raars, hoor. Wajo, kijk hoeveel information ik moet gatheren. Gather some information. Kon ik... Oh... Ah, dit is beter. And get her some information. Oh yeah. Hier ligt wel allemaal stuff. Where could I put... oh, it... Thanks, Leo. Where could I hear but he's so it wasn't. Hier ligt iets. Wat we even gaan stelen. Okay. Ik moet denk ik nog nieuwe spullen kopen, maar ik weet echt niet hoe ik dat doe. Zou hier iemand moeten staan die me info wil geven? Right. Ah ja, hier. Flank, I just if it was oh no. Hey, jij was die beest die jarig was. Dorothy. I wonder if it has anything to do with... Oh, I do...
Ah, marketplace. Laten we daar eens heen gaan. Want volgens mij hebben we een lans nodig en een bow. Welkom. Ja, maar bitch. Hallo daar. Daar heb ik niks aan. What do you require? Oh, nee, ik wil geen niet hiren. Weapons. Oh, forge. Forge voor Ignatz. Een iron bow. Een steel bow. Is this it? There you go. Oké. Die heeft nu een steel bow. Is this it? There you go. Moet voor iedereen nu gewoon beter maken. Oh, je hit wordt wel iets slechter. En je weight wordt iets hoger. Maar waarom zou je dan doen? Is dat deze veel beter? Oeh, deze axe. Waarom zou je dan ooit steel maken als je iron kan maken? Oh, haar lens is ook dood. Is this it? There you go. Fuck, dan moet ik eigenlijk. Oké, nou ja. Hoei. Come back anytime. What perk is this about flying? True, I understand, but that hardly. Faculty training kan ik wel even doen. You find me true. I understand, but that hardly. Dus voor mezelf, doe die maar. Zo'n faculty training moet ook een keer gebeuren. Ingrid. Hallo. Hey. Hi. Zou hier. Ah, dat kan ook aan de buitenkant zijn. Ja, Aloy is hier. Oh, nog een faculty training. The glory. Naar de stable. Hanneman? Hey Hanneman, hij heeft vast ook een faculty training. Loop ik wel even door daar naartoe. Oké. Training grounds. Dat zijn de rewards. Oké. Lekker Hilda.
Should I hurt you? Gaan we nog een keer doen. Ik wil hem wel eens laten proberen in ieder geval. Hij was nog niet zo goed. Dus. Oké. Dit was een free win. Never underestimate an outside. Sorry, but Victor. Sad. Goed, nu gaan we weer. What would make you nice? Okay. Vliegen we, wil ik elke keer zeggen. Even naar de second floor. Snap Pokémans. Hanneman zeker hier. Oh nee. Gerald. Oh, report to Cloud. Nou, dan gaan wij wel naar Cloud, joh. Dan gaan wij wel naar Cloud om te reporten. Cloud, laat mij je reporten, bits. Thanks. That was a big help. Professor. Well, Professor, you. Git. Okay, nice. Wat is dit? Leicester Alliance Founding Day is today. There's a special dish at the dining hall. Partake in the festivities. Okay. Maar onze bonden waren al goed, dat is zonde. Oh, dat was het. Oké. Nou, we krijgen wel gratis geld. Skill. We gaan voor Hanneman. Experience is everything. Kijk. Now I see the heart of it. I think I've got the hang of it. Gotta grab. Nice. Instruct manually, zeker. Gaan we weer even kijken. Lorenz, twee boekjes. En Raphael, X. We pakken Lorenz. Lekker Lorenz. Boy, die Lorenz was even goed bezig. Oké. Dan gaan we even kijken wie we nog meer willen.
Lysithia, twee boekjes. Ik denk dat we daar even voor gaan. Ja, we gaan voor Lysithia, twee boekjes. En Leonie Speer. Leo. Fudge it, laten we zo wel. Begin lecture. Excuse me, can you help me? I always get the feeling that I'm being watched. I get so nervous that I can't sleep at night. What the girls are watching you? Getsy. It could be... Okay, toch maar die. Oeh, daar krijg ik wel veel punten voor. Prima, Hilda. It's Catherine's birthday. Oh, you... Thanks. Delicious. Dat is mooi dat het delicious is, Catherine. Oh, oops. Oh. I fudged it up. Thanks for the. I fudged it up with Catherine. Nobody cares. Wow, yo, wat gebeurt er? Lawrence wil met mij spreken. Wat moet je, Lawrence? I am very busy, you know. I must insist. Nou, flikker op dan. What did I tell you about falling victim to such salacious and slanderous rumors? As I've told you, there is obviously a conspiracy against me. There is no manner in which I could possibly be... Professor, I vind hem fucking irritant, dus je bent zeker bothersome. My adversary... But... If you... Please understand, Professor. I am not some scoundrel. I am attempting to fulfill my... It is my... It is a... Typically, for the... It would to achieve that, so... How are you back? That be... I would... Thank you. That wasn't... I think... Oké, het gaat oké. Kunnen we deze quest gaan doen? Clearing the way. Wij gaan wel clearing the way doen. Route the enemy. Stay focused. Wacht, laten we eens kijken. Volgens mij hebben we deze al eens eerder gedaan. Ja, zo te zien wel. Hey. Oh, daar kunnen we niet staan. Dan verstoppen we hier wel.
Leave it to me. Let's get to it. I got this. Ready and willing. Who, me? Meow, 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 meow. Who, okay. Me? So. Wow, durf je Lawrence zo hard kapot te maken? Had hij one kill? Ja. Kabim! De bandit is gone zo. Die bandit is ook gone zo. Oké, die niet. Maar wel als ik misschien met haar van afstand ga. Ja. Magische poeder. Sorry, did I hurt you? Miauw, 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 miauw. Miauw, 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 miauw. Miauw, 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 miauw. Miauw, 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 miauw. We won het kill. Met een crit, holse vlot. Ook met een crit. Kaboom! Nice. Prik. I'll celebrate later. It's not luck, it's fate. Lekker Cloud. I expected it. Slokje. Moet ook gebeuren. Boom. Nope. Die Lawrence is echt zo'n prik, meneer. Dat is zonde. Rafael, die kilt hem wel. Plenty more where that came from. Nee. Ik denk dat zij de XP het best kan gebruiken. I guess it worked out.
Dan pakken we met een nieuwe deze. Bitch. Kijk met de crit erbij. Hotse vlots. 72 damage op je bakkes. Dat was niet handig. Oh jawel. Ja, dat kan wel. Oké, okay, dat lukt niet. Oké, dan gaan we met hem wel. Lorenz killt hem wel even. Prick. De prick. Oh. Weer een crit, nice. Oh. Nice. Nou, die ben ik zo gewoon zo. Should I have held back? En dat waren ze. En iedereen is levend. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering van Fire Emblem Three Houses. Bedankt voor het kijken. Adios amigos.